Ja, aan mij wordt heel vaak gevraagd, lees je ook kranten? Ja, uiteraard, zowel digitaal als de gewone krant, zoals het eigenlijk ook hoort te zijn. Buitenlandse kranten, voetbalbladen. Ja, het voordeel is van een krant, die kan je natuurlijk vasthouden, maar je kan hem ook bewaren. Ja, wat heeft dat met je programma te maken? Nou, blijven we eens even kijken. Ik heb nog iemand gevonden, de krantenman. Dit is Studio NAC. Laurens, fijn dat we thuis even mochten kijken. Tuurlijk. Je bent echt een fanatieke NAC-supporter, hè? Ja, dat zeker. Ik ga al vanaf mijn zesde heb ik al een seizoenkaart. En ik ben nu 20, dus 14 jaar onafgebroken al een seizoenkaart. En ook, je pakt ook uitwedstrijden mee? Ja, sommige niet allemaal. Maar als ik kan en met mijn studie het uitkomt en mijn bankrekening natuurlijk toelaat, dan bezoek ik wel eens een uitwedstrijdje. En wat is nou de mooiste wedstrijd die jij meegemaakt van NAC? De uitwedstrijd? Nee, gewoon sowieso in zijn algemeen. Ja, dan zou het toch wel de uitwedstrijd tegen FC Utrecht zijn. Van welke? Dat is volgens mij 3 jaar terug. Volgens mij het laatste jaar dat ze Eredivisie speelden, toen werd het 3-4 voor NAC. Waarom was dat zo geweldig wel? Ja, een vol uitvak, 1100 man. En ja, toen scoorde Van der Weg volgens mij in de laatste minuut. Ja, dat was een mooie wedstrijd. En de mooiste thuiswedstrijd? Dat was toch wel voor de play-offs NAC FC Groningen. Voor het Europees voetbal. Toen scoorde volgens mij Fouad Idrissi in de laatste minuut. Ben je toen ook mee geweest met NAC in Europa of niet? Nee, toen ben ik niet geweest helaas. Dat was te ver. Wel de thuiswedstrijden alles. Maar Polen, Spanje en Armenië, dat zijn niet echt... Dat zijn toch mooie plekken, man. Ja, Spanje had gekund, maar toen was ik weer naar school. Dus helaas. Wat is nou de beste speler van NAC die je ooit hebt zien voetballen? Die ik ooit heb zien voetballen? Ja, de echte... Zo'n voetbalkwaliteiten spraken me niet echt aan. Maar echt een NAC-speler vond ik toch al... Penders of Ter Houwelaar. Want? Ja, Rob Penders is natuurlijk een boegbeeld. Hij heeft zo lang voor NAC gespeeld en hij straalde alles uit wat NAC, waar NAC voor staat, zeg maar. Nooit opgeven, altijd doorgaan. Penders, geboren in 75. 16 seizoenen betaald voetbal bij slechts 2 clubs. En hier ontrolt zich een enorm mooi groot spandoek op de lange zijde aan de overkant. En dat zien Penders denk ik nu voor het eerst. En dit seizoen, tweede jaar Jupiler League. Het gaat eigenlijk niet al te best. Het gaat niet heel goed, nee. Maar ja, sinds Stijn Vreven er is, zit er wel een stijgende lijn in. Dus dat is wel mooi om te zien. Maar ja, ik hoop dat als ze dit jaar niet promoveert, denk ik dat het een lastige verhaal gaat worden. Denk jij dat Stijn Vreven wel de juiste coach is voor dat? Ja, ik denk het wel. De voorgaande coach die we hadden gehad, dat er niet echt de power die bij NAC nodig is. En Stijn Vreven heeft... Ja, echt alles eigenlijk waar NAC ook weer bestaat. Van het strijden, het vechtvoetbal. Als het niet mooi kan, moet het maar hard. Ja, dat spreekt me wel aan de Stijn Vreven dan, ja. En op tweede paasdag, tegen Eindhoven maandag, was dat? Ja, dat was was weer een middagwedstrijd. Maar je komt goed op 3-1. Maar ja, dan gewoon, ik denk dat de ervaring, dat heel weinig ervaring in de ploeg. Daardoor kunnen ze concentratie niet bij. Dan wordt het binnen no time 3-3. Ja, dat was natuurlijk zonde. Terwijl je wel goede zaken had kunnen doen. Dat je in de top 5 kunnen komen. Voor stroom je ronde laten trimmen. Ja, dat wordt nu ook weer krap lastig. Maar zou het niet eraan kunnen liggen dat NAC gewoon niet op de middag kan voetballen? Nee, dat denk ik niet dat daarin mee te maken heeft. Nee. Ik denk dat het gewoon eerder is de concentratie. Dat daaraan ligt de ervaring in de ploeg. Ik denk dat middagwedstrijden, nee, dat we zouden in de Eredivisie genoeg moeten spelen. Als die niet kan spelen, heb je er niks te zoeken, vind ik. De parel van het zuiden. NAC spreekt ieder jaar opnieuw een woordje mee. Lang leven NAC. Dames en heren, welkom in het Radverlegstadion. En dan nu de opstellingen der beide elftallen. Ach, ik laat dat liever over aan de beste vrouwelijke stadionspeaker van Nederland. Dit is Annie van Hooijdonk.
Hey, Annie. Binnen moet je zijn. Daar liggen de opstellingen. Oh, goed zo. Ga ik bij je mee. Makkelijk kunnen vinden? Ja. Nou. Geen de assen kan de haak weg. Dat dacht ik toch ook wel, hè. Nou, de koffie is er klaar in ieder geval, dus dat moet goed komen. Ja. Hoe ben je eigenlijk staaljuurspieker geworden en wanneer? In 1979. Mijn eerste baantje na school was telefoniste bij Meijers op de Willemstraat. En toen ging Johan Benneker, de speaker, die ging weg. En toen zochten ze een nieuwe speaker. Ik zat dan aan de telefoon. Ze vonden wel dat ik een goede telefoonstem had. Dus waarschijnlijk ook een goede microfoonstem. Er zou een lichtkant komen, die moest ook bediend worden. Een soort type machine. Dus dan vonden ze het wel aardig als dat een meisje, CQ-vrouw, zou doen. Toen de tijd alleen de opstellingen en de reclame of alleen de opstellingen toen nog? Nee, opstellingen en reclames. Meer reclames dan nu. Ja. Want nu staan de reclames op de lichtkrant. Programmaboekje had je destijds natuurlijk ook wel, maar destijds waren er meer reclameboodschappen. Nou, ik heb gisteren dat je ooit hebt om moeten roepen. Heb je even? Ja, heb je even. Ja. Een beetje standaard, hè? Losgebroken koeien en bevallingen. Dat er weer iemand vader was geworden, dat hij naar huis moest komen. En twee weken later werd er geheid weer gebeld dat er weer iemand vader was geworden. En dan achteraf hoorde je dat daar weddenschappen over werden afgesloten. Om dat omgeroepen te krijgen. Wedstrijden, volg je die intensief? Of? Ja, in de eerste divisie iets minder intensief, moet ik eerlijk bekennen, dan in de eredivisie. Heeft NAC überhaupt iets te zoeken in de eredivisie? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat alles, stel je voor, als je naar de eredivisie promoveert, ten eerste je krijgt weer met tv-gelden, je krijgt weer hogere sponsorinkomsten en met dat budget kunnen ze toch weer een hogere met een betere selectie samenstellen. En dan krijg je ook weer de hogere namen van City, krijg je hem weer in je team. En kijk maar naar FC Twente, die wel eredivisie speelt, die wel de betere spelers van City krijgt. Ja, kijk hoe die er nu voor staan. Dat zou bij NAC ook zo kunnen, denk ik. Die spelers van City, hè, dat is wel echt een puntje. Want heb jij nog het idee, want ik hoor daar zeg maar heel veel supporters over, dat zij een beetje de identiteit met de club verliezen? Die spelers van City krijgen voorlichting voor alles waar NAC voor staat. En NAC probeert er echt alles aan te doen, zodat zij de speelwijze van NAC onder de knie krijgen. Ik denk, elke speler kan de NAC-identiteit dragen, ook spelers van Manchester City. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, die voetballen toch waarschijnlijk alleen maar voor zichzelf. Ja, die tuurlijk, zijn na de wedstrijd zo snel weg. Ja, ze spelen wel voor zichzelf, maar ja, als ze NAC daarmee kunnen helpen, is het alleen maar mooi, toch? Wat verwacht je van NAC nog in de play-offs straks? In de play-offs heel veel. Vreven is wel zo'n iemand die de power... Het zijn maar 4 wedstrijden die je goed moet spelen. En als je die 4 wedstrijden goed speelt, dan... ja, het zijn eigenlijk 4 finales die je moet spelen. Als je 4 finales allemaal wint, dan ziet het er volgend jaar weer een heel rooskleurig uit. Ja, want op dit moment, als ik me niet vergis, zou zij dan wel de eerste ronde zelf nog spelen tegen Helmond Sport. Helmond Sport was het, ja. Nou ja, 2 keer niet van gewonnen dit seizoen. Nee, ja, ik ben ervan overtuigd dat, dat NAC wel in de ronde later instroomt. Het schema van de laatste wedstrijden, denk ik dat het wel te doen is. En onlangs is zeg maar nog dat nummertje uitgekomen van Ik spring van NAC, van Evert van Huygen voort. Ja. Ik spring van NAC, jij springt van NAC, wij springen allemaal van NAC. Ik spring van NAC, jij springt van NAC, wij springen allemaal van NAC. Ik spring van NAC, jij springt van NAC, wij springen allemaal van NAC. Ik spring van NAC. Heb je daar aan meegedaan of niet? Nee, ik heb daar niet aan meegedaan. Een paar gasten van onze groep zijn wel meegelopen in de mars naar het stadion afgelopen maandag. Maar ik had zelf had ik geen tijd voor dat ik moest leren, helaas. Zonde. Ja. Nou, volgend jaar Eredivisie. Daar ben ik van overtuigd, zeker weten. Moet goed komen. Ja, en dan zit je er weer bij. Dan ben ik er zeker weer bij, ja. Ook al speel je Super League, ben ik er alsnog bij. Maar Eredivisie zou natuurlijk mooi zijn. Nou jongen, zullen we de hand opschudden? Nou, zeker weten, ik hoop het. Ik ben er van overtuigd en, dat de selectie grotendeels intact blijft. Nee, maar ik kan me zo voorstellen, bijvoorbeeld de opstellingen die worden jou door de persafdeling neem ik aan neergelegd. Ja. En er staan er opeens 2 andere spelers in het veld. Als het goed is, dan zie je dat. Van hé, ja,
Ik wil niet zeggen dat je het meteen ziet, maar na 1 of 2 minuten. Meestal wordt van tevoren zijn er wel eens meer correcties op de opstellingen. Als er een speler tijdens de warming-up geblesseerd raakt of zo. Dus dan krijg je dat door en soms zie je het zelf. Ik heb ook wel eens gehad dat er 2 liepen van de tegenstander dan wel. Met hetzelfde rugnummer. Dat is ook zoiets vreemds. Ik krijg een appje binnen. Maar dan neem je even contact op met de pers en dan kan het alsnog hersteld worden. Leuk dat je geïnterviewd wordt. Groetjes, stadionspeaker van Feyenoord. Peter Houtman. Oh, collega. Nog contact met speakers in de landen? Nee, niet meer. Vroeger wel. Toen hadden we een score service dienst. Toen was internet en zo allemaal nog niet. Er werden tussenstand alleen maar ANP, NOS en op teletext doorgegeven. Dus had je tijdens de wedstrijden een vergadering. Een telefonische vergadering. Met alle clubs die op dat moment thuis speelden. Dus de horen lag constant van de haak. Ik kon wel het geluid uitzetten natuurlijk, dat ze je niet hoorden. En dan als er een doelpunt was of een gele kaart, of dan meldde je dat. En dan ging het dus door meteen naar de ANP en naar de NOS, teletext. Je staat er wel onbekend dat je niet als zo'n rare dorpsidioot aan het gillen bent. Gewoon normaal toch doen. Nou vind ik wel dat je als thuisploeg best je stem mag verheffen natuurlijk bovenuit. Ja. Maar ik heb wel speakers meegemaakt en denk ik, het kan toch wel een beetje minder, toch? Ja, ik bedoel, dan gaan ze wel naar het theater. Ze komen toch voor het voetbal, ze komen toch niet voor de speaker. Ja, nou goed, dat is mijn opvatting. Ja, mijn ook. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval op. En maar, gewoon neutraal, natuurlijk. Ik ben enthousiaster als NAC scoort dan als de tegenpartij scoort. Dus dat mogen duidelijk zijn. Nou, zou ik niet over NAC hebben, maar bij deze toch even wel. Nee, geintje. Wat is het leukste wat je hebt om moeten roepen voor NAC? Nou, vrij recent. Dat verhaal kent iedereen ook nog wel. Dat was met die motor die was blijven draaien. Dus toen kwamen ze van naast de politiepost. Daar zit dan de veiligheidscoördinator, Jacques Zweren. Die kwam binnen met dat bericht. Ik zei, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Ja, zegt hij, nou, doe dat. Nou, dat moet ik toch even anders brengen dan normaal. Celle Tonky, felle muziek. Hè? Dus ik denk, nou, dan moet ik toch even een stilte laten vallen. Dus zo waren en dat, ja. Nou, de transferperiode die breekt ook weer aan inmiddels. Ja. Ben je ooit wel eens benaderd om bij een andere betaalde voetbalclub speaker te zijn? Nee. Dat is nooit meer geboden. Niet dat ik weet tenminste. Zou je het wel willen? Wel nee, joh, ben je gek. Nou, proost en een goede gezondheid. Dat is het belangrijkste. En jullie hebben weer kunnen kijken naar een uitzending van Studio NAC. En ik zie je graag tot de volgende keer. Zelfde tijd. Zelfde zender.